Welkom bij In Gesprek Met. Daarin spreek ik iedere maand met de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Na een hectische periode gaat Nijmegen en haar burgemeester een rustige zomer in. En gaat de burgemeester de overlast aan de Waalstrandjes dan nu echt aanpakken? Maar eerst een terugblik op de laatste gemeenteraadsvergadering van dit politieke seizoen. Meneer Bruls, deze week was de laatste gemeenteraadsvergadering van dit politieke jaar. Dat is vaak heel druk. Die duurt vaak lang. Daar is veel te bespreken. Was dat nu ook zo? Ja, het was een goed gevulde agenda. Al hadden we gelukkig de afgelopen weken al een paar keer raadsvergaderingen gehad. Dus bijvoorbeeld de vooruitblik naar de begroting van het volgend jaar, die hadden we al eerder gehad. Maar er waren meerdere onderwerpen die dan nog voor het zomerreces de revue moeten passeren. En nou, daar hebben we de nodige uren terecht aan besteed. Ja, een uur of vier, alles bij elkaar. Ja, zeker. Maar goed, als je ziet dat er een heleboel stukken zijn en ook nog een aantal vragen over actuele kwesties. Dat is inderdaad, net wat u zegt, niet zo heel erg ongebruikt voor de zomer, voor het zomerreces. Maar nogmaals, een aantal grote zaken die waren ook al eerder behandeld. Want anders hadden we er nog wat meer uren aan moeten besteden. Ja, een van die grote zaken is dan vaak de financiën. Daar gaat het eigenlijk altijd over vlak voor de zomer. Dan hebben we het over een soort tussenstand van de gemeentefinanciën. Mm-hmm. Nu was dat denk ik moeilijk te doen. Nou, we hebben die ook een paar weken eerder besproken. En door de coronacrisis is er zo ontzettend veel aan de hand. Ook wat betreft het gemeentelijke huishoudboekje. Hè? Steunmaatregelen, maar ook zaken die doorlopen. Huur die je niet meer krijgt als gemeente, omdat ja, je kunt moeilijk aan allerlei bedrijven en instellingen geld gaan vragen als ze zelf ook geen geld hebben. Dat willen we ook niet. Dat geeft heel veel onzekerheid, omdat je ook niet weet wat augustus, september zal gaan brengen. Aan de andere kant speelt wel dat Nijmegen er profijt van heeft dat wij nog steeds groeien als gemeente. Dat betekent dat we wat van het Rijk krijgen uit het gemeentefonds. Hè, dat is verreweg het grootste deel van het geld wat wij in inkomsten krijgen. Dat ziet er op zich niet slecht uit. Maar als je nog geen beeld hebt, geen echt beeld hebt van wat de gevolgen gaan zijn, is dat dan niet ook gevaarlijk om dat soort investeringen door te zetten? Nou kijk, wat we natuurlijk wel weten is wat we in kas hebben in onze spaarpotten. Hè? Ja. Dus wat hebben we in de saldireserve, zoals het bij ons heet, maar dat is eigenlijk onze spaarpot. Daar moeten we voldoende geld in hebben om die grotere investeringen te kunnen afdekken. Dus ook de risico's erop. En daar zit op zich voldoende in. Daar kunnen we ook nog wel meer uit halen. Dus het is nog niet zo natuurlijk dat we blind zeggen we geven geld uit en we hopen een keer geld terug. Nee, zo is het natuurlijk niet. Dus juist op het gebied van investeringen kan deze gemeente wel een stootje hebben. En bedenk, natuurlijk de cijfers, economisch en zo, zien er slecht uit. Maar aan de andere kant, Nijmegen is en blijft een hele populaire woonstad. Onze inschatting is dat de vraag naar woningen onverminderd zal doorgaan. Misschien is het even, zal het de komende tijd wat minder zijn, maar daarna gaat het doorzetten. En dit zijn natuurlijk investeringen op lange termijn doet. Waar de gemeenteraad ook over gesproken heeft, is de Waalstrandjes. En dan met name de Waalstrandjes een beetje ten oosten van de stad gaat het dan over. Ja. En dan gaat het over overlast die er ervaren wordt de laatste tijd. Waar bestaat die overlast eigenlijk uit? Nou, dat gebied wat eigenlijk een natuurgebied is, hè, want Waalstrandjes vind ik eigenlijk een ronduit misleidende term. Ik bedoel, het is een natuurgebied met veel groenbomen, kleinere diersoorten, insecten en ook een aantal paarden en koeien, hè, die daar in het betrekkelijk wild kunnen rondlopen. Ja. Wat dicht bij de stad ligt, wat goed bereikbaar is voor de stad, dat is ook het mooie. Een van de mooie elementen van onze stad, hè, dat je snel bent. Maar er is ook een strook zand aan de rivier en dat is dan het Waalstrandje. En daar, ja, want een strook zand langs het water, dat noemen we een strand dus niet, in het algemeen. Ja, maar dat is wel van belang. Ik merk ook een reactie, zeker mensen die Nijmegen niet kennen, die zeggen, oh, schandalig en recreatiegebied. Ja, ja, zeg ik dan. Het Lentse Plas of de Nevengeul, Veurlent, dat zijn recreatiegebieden. Of langs de Waalkade in het centrum, waar je de horeca hebt. Kijk, daar ga je om te recreëren. Hier ga je op eigen risico eigenlijk aan de rivier zitten. Wat gebeurt er? Het is steeds drukker geworden. Hè? Met name onder de jeugd is het in de zomer een populaire plek tot in de avonduren aan toe. Nou, wat zie je gebeuren? En daar is op zich niks mis mee. Daar is op zich niks mis mee. Er is zelfs een mooi bruggetje gemaakt. Hè? Juist om mensen wat uit te nodigen om de natuur te genieten. Alleen, ja, het heeft nu inderdaad een meer recreatiefunctie. Met name dus bij de jeugd gekregen. Nou, wat zie je dan gebeuren? Er wordt wat gedronken. Er wordt lachgas gebruikt. En daar kun je ook nog van alles aan vinden. Maar wat vooral heel ernstig is geweest
in het vroege voorjaar, begin van de zomer nu, met het goede weer wat we hadden, is dat er ook mensen op afkomen die gaan echt overlast naar anderen veroorzaken. Er lag al heel veel troep, daar hebben we al jaren last van. Ja. Maar nu worden er ook, er is iemand beroofd, er zijn mensen beroofd, er wordt geïntimideerd, ook wordt licht geweld gebruikt. Ja, dus we zijn nu wel grenzen aan het overschrijden, waardoor ik ook op advies van politie en onze handhavers heb moeten zeggen, ja, nu gaat het daar niet helemaal goed meer. En dus heeft u opgeroepen al een tijdje geleden, ga daar voorlopig even niet naartoe. Nou ja, nee, ga in de avonduren. Ga in de avonduren. Okay. Kijk, ik vind gewoon na 10 uur 's avonds, als het echt donker wordt. Ik vraag me werkelijk af waarom je zoon of dochter van 14 daar dan nog moet zijn. Natuurlijk, je moet overal veilig kunnen komen. Maar het is net als met een donker steegje. Daar ga je toch ook niet heen als het niet doorheen als het niet moet. En zo moet u mijn oproep zien. Omdat we simpelweg niet kunnen garanderen. En ik vind het ook principieel een punt. De overheid is er niet om alles te regelen en jou te beveiligen. Als je zelf in zo'n donker gebied, waar dus niks is, geen verlichting, waar je niet snel weg kunt komen, waar je de auto niet kunt parkeren, dus de politie er ook niet snel bij kan zijn, even verstandig met elkaar nadenken. We hebben nu de afgelopen paar weken wat extra handhaving daar gehad, in de middaguren en in de vroege avond. Eigenlijk viel het beeld wel mee, dus die echt ernstige incidenten hebben we de afgelopen paar weken niet gezien. Ook toen het 30 graden was, zeg ik erbij, want bij slecht weer is het uiteraard sowieso minder druk. Dus dat is het goede nieuws. Alleen ja, als je daar bij nacht een ontij bent, dan moet je ook even zelf nadenken en je afvragen of je daar moet zijn. Ik denk dat je dan ook, zoals altijd, je gezonde verstand moet gebruiken. Het is onzin om dan te denken, ik ga maar ergens heen en er is gelijk iemand die mij beschermt. Dat is in een donker steegje ook niet zo. In de zomer hopen we natuurlijk dat het mooi weer is en dat we toch kunnen recreëren op een verantwoorde manier. Zeker, op al die plekken zeker. Op een leuke manier. En die hebben we ook genoeg. We hebben heel veel mooie plekken, steeds meer plekken, waar dat ook kan. Ja. Maar we beginnen met een vierdaagse week die geen vierdaagse week is. Wat moeten we nou gaan doen straks? Nou ja, goed. We hebben gelukkig genoeg mogelijkheden om te recreëren. Maar we zullen het amusement op een goede manier zelf moeten verzorgen. Dan heb ik het niet over feestjes houden langs de Waal met 200 mensen en overlast veroorzaken. Maar je zult, als je dat op een nette en leuke manier doet, jezelf wat meer moeten vermaken. Het is even niet anders. Dat weten we eigenlijk al maanden. Hè? Dus het kan ook niet een verrassing voor iedereen zijn. En ten tweede hoop ik natuurlijk dat er toch op kleiner vlak we nog wel her en der wat evenementen zullen losgaan. We zullen geen groot publieksevenement hebben. Dat is ook duidelijk. Dat is spijtig genoeg. Maar nogmaals, we hebben ons ook al op weten voor te bereiden. En misschien is het ook wel goed voor ons allemaal om te zien dat je ook kunt amuseren met bijvoorbeeld een kleiner evenement in de plaatselijke horeca, misschien een vakantie in eigen land. Het hoeft ook niet alleen maar afhankelijk te zijn van grote publieksevenementen. Dat is voor niemand slecht om dat ook eens een keer te leren, als ik zo mag uitdrukken. Overigens hoop ik natuurlijk van ganse harte dat we volgend jaar weer een derde week van juli hebben die bruist van vierdaagse activiteiten. Komen er nu veel aanvragen binnen voor kleinere evenementen bij de gemeente? Want die mogen weer. Ja, het stroomt binnen. Een stroom binnen moet ik nuanceren. Er zijn mensen die vragen stellen. Want ook evenementenorganisatoren, zeker als ze iets nieuws willen gaan doen, ja, die zitten ook te zoeken. Want bedenk, als je iets wil organiseren, het moet allemaal op 1,5 meter afstand. Dan weet u wat nog het grootste knelpunt is? Dat je moet zitten. Kijk, om even de spelregels even goed te duiden. Mm-hmm. Eigenlijk moet je alles wat je organiseert, en de horeca sowieso, maar ook alle andere evenementen binnen zeker, maar ook buiten, moet je zitten. Alleen als je iets hebt tot 250 mensen buiten, dan mag je staan. Of bij een kermis of een braderie waar mensen doorlopen en waar de doorstroom is, dat mag ook. Nou, alle andere evenementen, alle andere gebeurtenissen moeten mensen zitten. En dat is misschien nog een veel beperkende maatregel dan die 1,5 meter. Kijk, bij die 1,5 meter merk, daar zijn we wel een beetje op ingesteld geraakt. Hè? Er worden pijlen gezet, er worden wat routes gemaakt. En mensen gaan vaak uit zichzelf, houden ze net even die afstand. Ja, ja. Maar het blijven zitten, dat is ontzettend lastig. Ga maar na, ik heb het zelf ook al ervaren bij een receptie vorige week. Daar moesten we allemaal zitten. Ja, en dan wil je even naar een ander tafeltje lopen om daar ook even te praten, hè, wat je doet op zo'n bijeenkomst. Ja, dat mag dan eigenlijk niet. Dan moet je eigenlijk met iemand van plaats ruilen en weer gaan zitten. Dat is best wel ingewikkeld. Nou, dat merk je dus bij evenementenorganisatoren ook. Zeker als je buiten iets wil gaan organiseren, dat is nog best wel lastig. Dus het is nog even zoeken hoe het komt. Dus ik verwacht met name tot we in augustus wel echt wel wat meer evenementen, kleinere evenementen zo u wilt, zullen gaan zien. Maar de maand juli
juli, gecombineerd met de vakantietijd, hè, moeten we daar natuurlijk ook reëel in zijn. Dan gaat er niet zo heel veel van de grond komen. Hoewel iedereen op zich wel wil. Ik bedoel, wij denken echt wel mee met mensen die iets willen. Maar het is echt nog wel zoeken. Nu dachten veel mensen toen het virus net opkwam van nou, dat zal in de zomer misschien wel minder worden. Dat blijkt nu ook zo te zijn. Maar het lijkt niet aan de temperatuur te liggen in ieder geval. Tenminste, als je kijkt naar bijvoorbeeld het zuiden van de Verenigde Staten. Daar loopt het nu ongelooflijk uit de hand. Zuid-Europa, hè? Terwijl Portugal, het daar hartstikke warm is. Ja, en precies, zeker. Zo zijn er meer plekken op de wereld. Maakt u zich daar zorgen over? Van, het kan dus wel degelijk snel opvlammen. Ja, klopt. Dus we blijven daar ook op voorbereid. Het is gelukkig in Nederland op dit moment nog niet zo actueel zoals we in andere landen zien. Maar we hoeven ook niet zo ver te gaan. Kijk naar Portugal, kijk naar Frankrijk, zelfs Duitsland. En terecht wat u zegt, de aanname dat je het kunt vergelijken met Egypte, die is nergens op gebaseerd. Wat natuurlijk wel zo is in de zomer, dat we meer buiten zijn, meer afstand hebben, minder verkouden hebben. Dus dat je via die druppels, zoals de RIVM dat altijd zo mooi uitlegt, een ander kunt besmetten, is natuurlijk iets kleiner. En ik denk dat we dat nu in Nederland zien. Maar de voorbeelden in het buitenland tonen ook aan dat als er toch een aantal mensen besmet zijn in een gebied of in een gebouw dicht bij elkaar, ja, dat moet je niet doen. Ik hoor ook van de landen een heleboel collega's, bijvoorbeeld om die reden, bijvoorbeeld een kermis, waarvan je denkt, nou, wat is daar het risico, toch niet laten doorgaan. Nee. Omdat ze zeggen, als je dat doet, en zeker in het midden van een centrum, van een stad of een dorp, waar er dan ook een heleboel mensen vanuit winkels en horeca zich bijvoegen, is dat best wel risicovol. En daar moeten we op bedacht blijven. Laten we hopen dat we in ieder geval de zomer in Nederland verder gespaard blijven van zulke uitbraken. Ik maak me eerlijk gezegd nog wat meer zorgen richting najaar. Want dan gaan we meer naar binnen. We worden natuurlijk weer meer verkouden en grieperig. Dan is de kans dat je iets kunt overdragen in ruimtes die soms ook nog niet helemaal geventileerd kunnen zijn. Hè. We houden dan de deuren en de ramen dicht. Daar maak ik me persoonlijk wel nog wel meer zorgen over dan in de zomer. Maar de waakvlam blijft branden. We moeten attent blijven. Ook bij de veiligheidsregio dus, neem ik aan, daar bent u voorzitter van. Is de veiligheidsregio klaar om snel weer maatregelen op te schalen als dat nodig mocht zijn, ergens in deze zomer? Ja, nee, we hebben 7 keer 24 uur mensen paraat staan. En ook in de zomer geldt gewoon op alle cruciale posten. Als iemand op vakantie is, heeft hij altijd een vervanger. Dat geldt ook voor mij. Ik bedoel, als de burgemeester op vakantie is, is er een lokale burgemeester. En regionale is er een plaatsvervangend voorzitter. Dus wij zijn altijd klaar om, als het nodig is, snel op te schalen. We hebben natuurlijk het voordeel dat we onze crisisorganisatie niet aan de kant hebben gezet. Want we zitten nog steeds met de bepalingen in die noodverordeningen. Dus we hebben sowieso een organisatie nodig om daarop te blijven letten. En we hebben natuurlijk de ervaring van de afgelopen paar maanden. Dus iedereen is natuurlijk hopelijk kan iedereen genieten van een mooie vakantie en een mooie rustperiode. Maar aan het achterhoofd zit je natuurlijk toch steeds op te letten. En iedereen die betrokken is bij die crisisorganisatie, die kan zo uitdrukken om het werk weer op te pakken. Gaat u zelf nog op vakantie? Ik ga wel een paar weken vrij nemen, maar we gaan niet weg. Nee, we hebben eigenlijk vrij vroegtijdig gezegd ook, ja, als je ook ziet hoe het gaat, het reizen en de beperkingen. Ja. We hebben eigenlijk geconcludeerd, gewoon rustig thuis blijven, er is genoeg te blijven in stad en ommeland. Zo gaan we het dan ook doen. Dan hoop ik dat u deze zomer niet te veel in het achterhoofd toch weer met dat virus bezig blijft. Dat het zoveel mogelijk naar de achtergrond verdwijnt. Ik hoop het ook. Het heeft wat gedaan. Hè? Bedoel, 3-4 maanden lang abnormaal gedrag vertonen, want dat is wat we doen. Ja, daar hoef je geen psycholoog of psychiater voor zijn te snappen dat dat op een gegeven manier, dan moet dat eruit, hè. We moeten weer onze draai vinden. Nou, laten we hopen dat de zomer, de vakantie daar ook aan bijdraagt. We zijn dus allemaal een beetje toe aan rust. Dank u wel. Dank u wel.